Denny, jouw speler van de dag, die komt uit deze wedstrijd, hè? Ja, nou goed, uiteindelijk. was eigenlijk tot de 97e minuut. Ik had het natuurlijk altijd Modric, <laughs> uh, Modric genoemd. Die, ja. uh, daar hou ik dan ook wel bij, want dan miste hij die strafschop. En we zaten te kijken, en hij is nooit in de buurt voor een rebound, maar dan komt de voorzet, uh, die indraaiende voorzet, die kwam van Susic. Dat Susic. En dan wordt hij binnen getikt door Boudimier. En wie staat er voor de rebound? Uh, Modric, alsof het zo moet zijn. Ik zag uh, ja. Vincent Schildkamp die Twitter heel mooi. Uh, soms uh, heb je een voetbalgod even nodig en die heeft nu even ingegrepen. Maar zoiets was het. Want hij ja. staat natuurlijk nooit bij zo'n actie dat hij een ribank binnentekst vanuit een voorzitter. Dat deed hij nooit. Alleen ja. hij was waarschijnlijk nog aan het, uh, aan het huilen. Ja, maar, van die strafschop ja. ja. er ja. nog stond. Uh, ja. uh, Sommige spelers verdienen het. Maar ik denk dat we vanavond toch een beetje hem ook ophemen op basis van zijn œuvre. Want tuurlijk, ja, ik, uh, het is, dit was de wedstrijd. Hij heeft een fantastische bal. geeft eigenlijk een beetje à la Barella. Dat echt zo'n moment dat je ziet ja. van wereldklasse. Eerste helft. Maar, of ja, ja, ja. Die, 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 eigenlijk, iedereen verwacht dat hij naar de andere kant gaat. Dat zou ieder logische persoon doen. Maar hij ja, geeft gewoon Door de, de hart van het veld ja. Over, ja. naar de spits. Maar voor de rest speelde hij geen fijne wedstrijd. En ik vroeg me af, maar je kreeg volledig nee. Dus dat is verkeerd gezien. Is het niet ook aan de aanvoerder om op zo'n moment te zeggen: van ik neem hem niet om iemand aan te wijzen? Want er lopen natuurlijk nee. nog wel een aantal spelers om hem heen die een bal kunnen raken. Ja, kijk, nu komt het goed. Maar het had ook wel eens een hele dure gemiste strafschop. Ja, nou, dat is het uiteindelijk alsnog gebleken. Is het uiteindelijk maar ja, uh, ja, maar dat is ook ja. een beetje de tragiek dan. Weet je wel. Kijk, Modric, laatste toernooi, aanvoerder, het hele. Nou ja, ik hoorde bij de, bij de collega's ook, iedereen hangt nog steeds aan uh, uh, zijn uh, voeten. Hè, hoe, hoe fantastische carrière. Hij moet, hij moet die bal nemen. Zo, zo, zo werkt het nou eenmaal. Jij bent de grote. Waarom protecteur? werkt het zo? Nou, omdat dit zijn de meest spannende momenten. En ik denk dat met zijn status binnen de selectie, met zijn status binnen waarschijnlijk het hele land. Verwacht iedereen dat Modric hun, hen gaat schieten naar de volgende ronde, of in ieder geval naar de overwinning? En dan vind ik, dan moet je ook als aanvoerder zijnde, moet je ook de verantwoording nemen. Volgens mij nam Virgil van Dijk ook de uh, verantwoording tegen Griekenland. Griekenland, ja, ja, Griekenland ja, ja. uit, op de laatste ja. minuut. Ja. Ik vind een aanvoerder. Als je al penalties genomen hebt, ik vergeet die penalty van Virgil niet, dat hij, dat die keeper, ik weet niet welke keeper het was, dat hij al in de hoek stond en dat hij hem stijf in de kruis ja, Dat kruifte. was voor Liverpool. Ja. Maar dat hij nam ook de eerste in Qatar. Katar, die, die 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 nee, die maar dat ja. maakt niet uit. Hij, hij nam nee, nee, wel zijn verantwoording ja. in Griekenland uit door die bal te nemen. En dat vind ik met Modric ook. Elke aanvoerder die een grootheid is... Vind ik, dan moet je op dat Hè, moment. Hetzelfde Cristiano toch. Staan. toch ja, maar, dan ja, hetzelfde geldt dan. dit niet in een reeks? Messi, noem maar in een reeks. Iedereen. Want als je in een reeks wegduikt, ja. dan valt het ja. heel lang. Ook over. in de wedstrijd. Ja. Hoe werkt het in jouw niet. carrière, Denny? Want jij hebt er ook veel genomen. Of, nou, dat of, valt of, best mee hoor. Dat valt best mee. Dat, dat valt best mee. Ik heb een <coughs> paar genomen, ook gemist. Maar bijvoorbeeld, mijn laatste tijd bij PSV was duidelijk. Dan stond uh, een Zoetzak stond achter de bal. En dan kon je al omdraaien. Want die, ja. ging, die ging er dan toch in. Ja, ja. dat was. Maar werkt het dan altijd zo dat de grootste speler hem dan op zo'n belangrijk moment, maar uh, voor, mij, voor, toch mijn, gaat doen. voor mijn gevoel toch wel. Ja. ja, ik heb ja, wat een keertje ook bij AZ toen was Arvidlasten was in het veld. En dan is het gewoon, ja, dan is het een belangrijke bal. En dan gaat hij toch. Uh... Shot, dat ja, doe jij ja. het maar. Ja, dat is dat zo werkt het Platini. gewoon. Platini, Zico, alle grote voetballers. Ik kan me op ook heel goed momenten. voorstellen wat de reacties op het Bacho. moment dat je hem niet neemt, want dan valt natuurlijk ook een heel land en al de media die valt ja, ja. over je heen van je neemt je verantwoordelijkheid ja, niet. Maar ja, ik zou het best wel tof vinden als je dan na de wedstrijd gewoon zegt van. Ik voelde hem niet. Ik nee. denk dat niet eens een issue is. Nou, dat, dat... dat die bal wel lag op de stip. En hij ja. wist gewoon: ik sta op het lijstje en ik ga hem nemen. Ja. Ja. Nee, hij Wat jij zeggen, zegt: Baccio nam hem en die miste. Wauw, we allemaal uh, wat. het <laughs> gevolg is geweest. Ja. Maar ik, ja, grote spelers die, die, die voelen dat van binnenuit: ik moet hem nemen. Ja.